Radio Bergijk Radiomagazine. Radio Bergijk. Het radiomagazine van Radio Bergijk. Uw gastheer. Toon Sporenberg. Toon Sporenberg. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom. We kregen wat telefoontjes naar aanleiding van de vorige uitzending. De meeste waren daarvan bevestigend over het karakter van Peer van Eersel. Maar er zat er ook één of twee bij die zeiden, zo erg is het nou ook weer niet. En moeten we het voordeel van de twijfel en dat soort dingen. Er waren twee mensen die dat min of meer zeiden. Die hadden wel exact hetzelfde handschrift. En het leek verdacht veel op dat van Peer zelf. Maar goed, daar zullen we dan nu verder niet op ingaan. Want u zit er helemaal niet op te wachten. We beginnen met onze rubriek Telefonische Doodsbedreigingen. Telefonische Doodsbedreigingen. Doodsbedreigingen aan ons adres? Doe het telefonisch. Oké, dames en heren, in het kader van de rubriek uw doodsbedreiging, doe het telefonisch. Hallo! We call from Japan, hè? Peer, hou er mee op. I will kill you! Je zei al, Peer, I'll make a fucking kill. Peer, hou er maar op. You're very offensive on the radio. We call him. Nee, we hebben vorige keer afgesproken, er bellen geen buitenlanders meer in. En zeker niet Nederlanders die buitenlanders slecht nadoen. You're talking to me. Ophouden, Peer. Wat is dat, hoor, Peer? Waar ben ik dan? Wacht even. Sorry, je bent aan de telefoon. Hallo? Dat wist ik niet. Hallo, is dit? Is dit even hier? Wacht even, maar jij bent toch aan mij aan het bellen nu? Nee, ik zat op de wc. Hello everyone. Hello. Je hebt Chinezen aan de telefoon. Nee, ik geloof dat het Japanners zijn. Zijn het Japanners? Ze zijn Japanners. Ja, die ogen staan anders scheef. Ja, gemener. Maar... De Japanners zijn eigenlijk de Belgen van de Chinezen. Ach, ja. Maar ik dacht dat jij het dus was die inbelde. Nee, ik heb maar één keer ooit in mijn leven een Chinees nagedaan. Twee keer, dat was nee, want die eerste was ik niet. Dat kan ik jou maar niet aan je verstand krijgen, nee. Toon Sporenberg. Die eerste was ik helemaal niet. Waarom zou ik twee keer een Chinees gaan doen? Heb jij wel eens iemand gezien die twee keer een Chinees nadeed? Nee, denk toch eens in na, man. Wie gaat er nou twee keer een Chinees nadoen? Iemand die ook twee Japanners gaat nadoen aan de telefoon tegelijkertijd. Ja, dit wordt niet nagedaan. Hoe jij twee Japanners daar kunt doen, dat weet ik niet tegelijkertijd. Terwijl ik hier zit. Denk nog een keer na, man. Even wachten, de telefoon. Even weer terug naar de... Hallo, wie met wie spreekt we nou? We wanna give you a death threat. Praat in Nederlands ook? You're very offensive. You're very offensive. You say we're from China, Japan. We're from Taiwan, yeah. We're from Taiwan. It's another country. Oh, wacht even. Ik hoor van Taiwan. What the fuck? You're not saying anything about me. Is it Taiwan? Is it different country than Japan and China? Not you say you're from Spain. You're not from Spain. When it's Europe, it's not one country. Ja, we zitten Taiwan. In een geopolitiek wespennest, ja. Toon. Want Taiwan is het terschelling van China. Wat is het? Het is China. Ik zeg net. Ik zeg net. Ja, ik ga een beetje Japans nu doen. Ik zeg net dat jullie kapot, Taiwan het terschelling van China zijn. Ja, dat is wel zo. Dat is wel zo. Daar heb je wel een punt, ja. Ja. Dus, maar wij van Radio Bergijk willen liever niet onszelf in een kamp laten trekken in een geopolitiek conflict. Nee, dat snap ik ook wel. Daar heb ik alle begrip voor. Misschien moet u ook uw doodsbedreiging reserveren voor uw eigen taalgebied. Ja, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ja, goed. Ja. Oké. Okay, nou, dus... Dan bied ik bij deze mijn welgemeende excuses. Ja, fijn. Ik dank je wel. Het is hier nu midden in de nacht. Ik ga weer door met slapen. En... Ja, goed. Oké, okay, als jullie nog een keer bellen, dan... Dan haak ik jullie ballen eraf, ja? Ja, heb ik nog één vraag? Voordat u gaat slapen. Ja. Sambal bij. Dat je de volgende keer als je de telefoon gaat en je ruikt iets van, weet ik veel, tauge of wat dan ook, niet doorverbinden naar ons. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Peer van Eersel. Ja, goeiedag. Ik heb twee gasten hier aan tafel. Excuus.
Ja, u hoort misschien wat, al wat geadem in de microfoon en al wat geritsel en wat gehoest. En dat is van een echtpaar. We kennen het allemaal. We hebben allemaal natuurlijk hier in Bergijk op korfbal gezeten. Ja. En dit is Geert. Geert van Walraven. Geert van Walraven. Ja, en zijn vrouw Mia. Ja, was, ja Mia, dat is mijn vrouw. Mia Walraven Hengst. Ja, Hengst. Ja, ja. Hengst. Geboren Hengst. Geboren ja. Hengst. Ja. Ja, nee, dan weet je... Ja. Ja, hij weet al heel lang dat ik Hengst heet. Dan gaat hij het nog eens even zeggen. Nou, maar goed, dat is een grapje. Nee, wat... Het is geen naam om je voor te schamen, hoor, Mia. Nee, maar naam, Mia wacht, worden we al mee... Wacht even, Mia en ja. Geert. Ja. We zijn hier eigenlijk voor Geert. Ja. Want Geert, jij bent korfbaltrainer. Zeker. En je stond bekend als racist. Ja, dat etiket had ik aan me hangen. Ja, dat is hij helemaal niet. Nee, ik ben het tegenovergestelde van een racist. Precies, dus ja. Er is een vals beeld geschapen. Er is een heel vals beeld geschapen. Ik ben op een gegeven moment korfbal gaan trainen net over de grens in België. En België is het tweede korfballand van de wereld. Dat gaat altijd tussen Nederland en België. En in België heb ik toen een keer een Belgenmop verteld. En toen zei ze oprotten. En toen zei ik, nee, maar wacht nou even. Ik ben dus het tegenovergestelde, want ze vonden dat racistisch. En ik zei, nee, ik ben juist het tegenovergestelde. Ik vind ja, juist... Zie, hij is dol op negers. Negers, ik vind alles ja. Eigenlijk van minderheden of etnische andere afkomst dan wij, vind ik veel beter dan onszelf. Ja. Ach, dat is, wacht even, want daar gaat het om. Mia, jij hebt dit natuurlijk van dichtbij meegemaakt. Ja. Maar hij is het, Geert, ik wil het eerst even uit jouw mond horen. Ja. Jij bent, zeg jij, ja. Het tegenovergestelde dus, van een racist. Ja, 180, dus je hebt hier een racist en dan ja. Een 180 graden daartegenover sta ik. En? Dus als je mij confronteert met twee mensen, één zeg maar van mijn eigen etniciteit of iemand van een andere etniciteit, ja. Dan kies ik naadloos voor die andere etniciteit. Ja. Is gewoon beter. Vind ja, ik. Ach, ja, dat, ja, want die zijn sowieso beter. Die zijn sowieso ja, beter. Die zijn beter. Veel beter, dat, vind ik die. Dat vindt hij, hoor ik niet. Nee, Mia is totaal niet mee eens. Ria is een rasracist. Terwijl ja, ik ben het tegenovergestelde. Ja, dat trekt elkaar aan, hè. Ja, precies. Want jij, Mia, jij als je voor jou een iemand zet van je eigen ras... Maar, ja. En daarnaast zet je iemand van een andere ras... Ja. Zou jij voor je eigen ras kiezen? Ja, ik heb er moeite mee. Ja, dat is allemaal lariekoek, want die mensen zijn veel beter. Alles van over de grens vind ik eigenlijk 180 graden beter dan onze eigen blanke... Je bent tot dat inzicht gekomen. Ja. Ja, maar ik vind het ook erg dat ik zo ben, maar ik heb er moeite mee. Ja, maar we zijn hier voor Geert. Kijk, we zijn allemaal racist in Bergijk. Ja, ja maar hebben ik dus niet. Ik ben het tegenovergestelde. Nee, en daarom hebben we jou uitgenodigd. Ja. Hè, want dat is gek. Jij zegt, ik ben het tegenovergestelde van een racist. Ik ben een soort buitenbeentje in die zin. En dus voel ik mezelf ook deel van een soort minderheid. Daarmee ben ik dan weer superieur. Maar de blanke ras op zich, dus want hierin zelf, vind ik niks. Ik vind helemaal niks. Terwijl, geef mij iemand met een beetje een mediterrane... glans over zijn huid en ik zeg veel beter. Maar dat begint al heel dichtbij, want jij zegt zelfs de Belgen waar jij getraind hebt, die zijn al beter. Ja, ze zijn beter, ja. Ja, is gek op Belgen. Ja, Belgen zijn voor mij het neusje van de zalm. Ja. Ach, qua etniciteit. Dus en dan gaan we naar Frankrijk en dan gaan we, die zijn ook beter. Maar ook naarmate je zuidelijker gaat, wordt het eigenlijk allemaal steeds beter. En naarmate ze donkerder worden, wordt het nog beter. Wordt het nog beter. Zelfs Has. Wat zeg jij, Mia? Ja, dat is even haar eigen oprisping. Zelfhaat, zegt zij altijd. Zelfhaat. Dat zegt zij altijd tegen zichzelf als ze weer ergert aan haar eigen racisme. Dan zegt ze, het is eigenlijk zelfhaat. Nee, maar het is voor jou ook zelfhaat. Nee, ik haat mezelf helemaal niet. Ik vind mezelf een enorme goede peer. Omdat ik dus het tegenovergestelde ben van een racist. Ja, laat mij kiezen. Maar Mia zegt, en daar ben ik het op zich wel mee eens, dat is zelfhaat. Nee. Dat is zelfhaat. Nee, want ik haat mezelf juist helemaal niet. Nee, jij sublimeert dat. Je ook weet... die zelfhaat weer. Ja. Want jij zegt, wij, de blanke ras is niks. Hè, nee. Je bent een... Ja, je bent een zichzelf hatende Ik haat mezelf helemaal niet. Dat heb je gesublimeerd. Nou, maar dat is jij prima. Zegt, ik weet niet wat alle blanken zijn minder dan iedereen die ook maar een tintje meer is. Ja, precies dat. Ja. Dus daarmee ben jij het tegenovergestelde van een racist. Ja.
Maar dan is het zelfs. Nee, joh, ben je helemaal gek. Ik haal mezelf helemaal niet. Daar wel een punt, Geert. Nee, dat is wel onzin. Zelfs. Nee. En als dat is wat jij zegt, dat subliem. Dat is inderdaad subliem, dat ik een tegenovergestelde ben van een ras, racist. Maar als dat resulteert in dat ik mij superieur voel, samen met de negers en gelen en noem het op. Dan... Ja, maar je zult nooit één van hen worden. Daarin is het zelfshas. Je gaat tussen de negers staan, ga je naar de blanke wijzen van die zijn slecht. Ja. Maar dan... Kijk, dat is het tegenovergestelde. Maar dat willen ze helemaal niet. Wie niet? De negers willen helemaal niet dat jij zegt van dat ze zo geweldig zijn. Dan geloven ze dan helemaal niet. Helemaal niet dat je ertussen gaat staan. Nee. Nou, ik heb al eens een keer op straat een neger een hand gegeven. Het ging helemaal goed. Nou, er was niks aan de hand. Die neger zei, dag meneer. En ik zeg ook, dag meneer. Daar was ik bijna niet schrok. Ze kapot, zeg. Omdat jullie allemaal racistisch zijn. Dus als hij een keer vriendelijk bejegend wordt, dan valt zijn bek open van verbazing. Terwijl ik zei toen tegen hem van, oké, ik heb je net een beuk van je tanden verkocht, maar dat is eigenlijk gewoon alleen om aan te geven, ik ben geen racist. Dus. Nou. Maar goed, deze ontwikkeling staat natuurlijk niet stil. Nee, die staat niet stil. Want ook op een gegeven moment, je staat nu 180 graden tegenover die normale racist. Ja. En als die ontwikkeling doorgaat, kom je op een gegeven moment in de cirkel van 360 graden. Kom je weer terug. Nou, daar heb ik een heel hard hoofd in. Dat ik nog eens terugkom op mijn totaal niet racistisch zijn. Integendeel zelfs. Ik vind alle andere rassen beter. Maar daar heb ik toch nog één vraag. Ja. Waarom ben je dan nu tegenwoordig 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zwart gesmiend? Ja, om daarmee aan te geven dus, ik ben een van jullie. Want ik ben geen racist. Nee. En kijk, ik zie ook geen kleur. Maar dat is heel erg, want dat heet zwart gezicht. Blackface. Ja, en dat hebben zij zelf ook, dus dan ben ik een van hun. Nee, maar dat is dan weer blackface. Zelfshaas en blackface. Ja, zelfshaas en dan is het weer blackface. Nee, maar als je iemand bewondert en je trekt dezelfde kleren aan, dan ben je toch niet racist? Nee, wacht even. Jij loopt nu al. Dat willen zij helemaal niet. Dat zou typisch racistisch om te denken maar dat Geert, je weet wat de negers denken. Nee, maar Geert, jij loopt niet alleen met een zwart gesmiend gezicht rond. Je loopt nu het hele jaar door in een zwarte piet kostuum. Ja, precies. En dan noem je jezelf 180 graden anders dan een racist. Ja, want ik ben solidair met wat zeg maar destijds de slaven waren. Hè? Want daar staat het symbool voor, de Zwarte Piet voor slaven. En ik ben daartegen, dus ik je suis een slaaf ook, zeg maar ik dan. Maar kun je jezelf als korfbaltrainer nou nog serieus nemen als je dat doet in een Zwarte Pieten kostuum met een zwart gesmiend gezicht? Ja, bij de kinderteams van 6 tot 8, daar ben ik een heel... Mag ik nog even wat zeggen? Ja, maar ja. Dat Zwarte Piet kostuum voor jou, dat doet de negers enorme pijn. Nee hoor. Ja. Nee, dat zegt ze zelf. En dan mag ik een racist wezen, maar dan heb ik overal gelezen en van al die zwarte mensen gehoord. Ja, dat hangt helemaal af van je intentie. Mijn intentie is om te zeggen, je suis een slaaf, net als jullie. En kijk maar, ik trek dezelfde kleren aan, schaam ik me niks voor. En dan zijn de negers altijd heel blij. Want dan zeggen ze, De tijd zit erop. Hier is het laatste nog niet over gezegd. Nee. En je bent een hopeloos figuur. Ja, maar ik hou van je. Ja. Nou kijk, dat is een mooie afsluiting. Geert blijft in een Zwarte Piet kostuum door Berghuis. En een korfbaltrainer. Ja. En met een zwart gesmiend gezicht. Geef dat af in bed, Mia. Want ze zeggen... Ja, natuurlijk geeft dat af. Ja, donkere mensen geven af. Dat heb ik... Dat maakt mij niks uit. Ja, dat kun je zien aan de binnenkant van de landen. Ik ben dol op wassen, dus... Dat is geen probleem. Nou, dankjewel voor het uitleggen van het mooie principe van antiracisme. En ik wil even van de gelegenheid gebruik maken om alle inwoners van Berghuis van een andere etniciteit dan de Nederlandse, om zich aan te melden bij de korfbalvereniging. Je bent van harte welkom bij onze korfbalvereniging met aan het hoofd de totaal niet-racistische trainer Geert van Walhaven. Ergens niet, nee. Geert, Mia, dank jullie wel voor dit openhartige en toch ook wel weer verhelderende gesprek. Heel graag gedaan. Mia, jij moet niet zo met de mensen zo die andere kant kiezen de hele tijd. Want dat wordt voor mij dan heel moeilijk om aan te tonen dat ik inderdaad geen racist ben. Ja, maar ik weet toch ook niet meer welke kant ik nou op moet. Mijn kant. Je moet mijn kant op. Dat staan ze dicht. Ja. Radio Bergijk. Recept.
Een rubriek over recepten. Recepten van luisteraars ten voordele van de luisteraars. Ja, hier heb ik een recept. Dames en heren, in het kader van de ons kookrubriek, er is weer een enthousiast recept ingestuurd. Ditmaal door Gerrit-Jan Kuiken. Vertel. En het heet Indiaanse curry met kip en zoete aardappel. Vertel. Hij zegt, koop Indiaanse curry met kip en zoete aardappel. En warm het op. Ja. Ja. Nou ja, ook dat lijkt weer een recept wat hanteerbaar is voor de gemiddelde Bergeikenaar. Koop Indiaanse curry met kip en zoete aardappel. En warm het op. Ja. Nou, smakelijk eten zou ik willen zeggen. Dat smaakt lekker. Ik vind eerlijk gezegd, en dan mag jij eerlijk meepraten, Peer, want zo zijn we hier, dat we met die recepten, ik weet niet of we op het goede spoor zitten. Dit is dan weer een gerecht waar wij in Bergeik nog nooit van gehoord hebben en waar ons hele metabolisme niet op is ingesteld. Er komen problemen van. Nee, en ik weet ook niet hoe het hier gekomen is. Nee, niemand. Ja, dat zeggen ze Indiaanse curry, ja. Maar ja. Wat is curry? Geen idee. Nee. Dit zijn allemaal recepten waar tot nu toe, in ieder geval, waar de Bergeikenaar, de rechtgeaarde Bergeikenaar. Je weet niet wie het eet, je weet niet wie het lekker vindt, je weet niet wie het in huis heeft. Je weet sowieso niet wie het heeft. Nee. Ik hou, nou, tegenwoordig hou ik maar afstand, want ja, Indiaanse curry, ik weet niet wie het in huis heeft. Nee. Of wie het... Nee, je moet er heel voorzichtig mee zijn. Want dat, of je het ruikt aan niemand. Je kunt er verschrikkelijk naar van en benauwd van worden als je darmen er niet op ingesteld zijn. Verschrikkelijk. Goed. Ik ga er nooit aan beginnen. Nee. Dus, dames en heren, reken niet op al te veel nieuwe recepten in de komende tijd. Het is ons gewoon niet bevallen, laten we het zo zeggen. En dan moeten we ook eerlijk zijn en dan moeten we ook durven zeggen. En dan moeten we dus ook durven schrappen. Zo is het. Dat is het leven. Precies. Goed. Het zit erop. Ja. Dag. Dag. Radio Bergeik. Einde.